Noem twee spelers van AEK. Ja. Maak mijn knoopje los en aan die stelpen los. Als hij maar raak is, die is geblesseerd vandaag. Ajax en Griekenland zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. De naam Ajax komt uit de Griekse mythologie. Er speelden in het verleden een aantal Grieken bij de club. En in Athene werd ooit een Europese finale gespeeld door Ajax. Maar weten de meegereisde supporters dat wel? Een kleine test. Welke vier Grieken speelden ooit voor Ajax? Die hadden we net met de taxichauffeur besproken. Machlas. Aristeus. Die gewoon van Roda. Hoe heet die? Die nu trainer is. Anastasias. Zoiets in die trant. Charisteas. We hebben ook nog die voetballer van Vitesse toen overgenomen, die topscorer. Hebben we in de huidige selectie gewoon een Griek speler? Even serieus. Oké, de tip is, hij praat wel vloeiend Nederlands, maar het is een Griek. Ja, daar sta je dan. Ja. Nou, dat zou ik echt niet meer weten. Nee? Nee. En dit is toch de makkelijkste vraag? Ja. Oh, natuurlijk, Lamproe. Ja, dat is suf. Play. Game? You mean play? Do you have any clue which game is tonight? No, I don't have any clues. You don't know either? Yes. No, I don't have, yeah. In welk jaartal won Ajax een Europese finale in Athene? Nou, ik weet in ieder geval wel dat we in 87 in dit stadion door een kopbal van Marco van Basten de Europa Cup 2 wonnen. Lokomotief Leipzig 1-0 Marco van Basten. Dat was toch niet toevallig 87? Helemaal goed. En wie maakte de goal? Ja, dat was Marco van Basten. De bonusvraag der bonusvragen. Noem twee spelers van AEK. Ja. Maak mijn knoopje los en aan die stelpen los. Als hij maar raak is. Die is geblesseerd vandaag. Nee. En daarom gaan we ook door. Omdat we niet eens één speler kennen, gaan we zeker door vanavond. Ik heb ook geen idee.